Rosine Hodde, voor het eerst Nederlands kampioen indoor. Hoe voelt dat? Ja, prima. Dat was ook eigenlijk het doel. Plus, natuurlijk helemaal mooi als je ook Tiffany Porter kan verslaan. En dan ook weer gewoon een goede tijd lopen. Is prima zo. Düsseldorf liep je ook al sterk, series, ook in de finale. Je liep al de WK-limiet, al een aantal keren. Hoe is de vorm naar het WK toe? Ja, ook weer gestaag. We hebben eventjes een weekendje zeg maar, wat pittiger doorgetraind. En nu weer in stijgende lijn zijn we weer zeg maar, upcoming. Dus dat moet straks een uitschieter komen in Berlijn. Volgende week heb ik nog een wedstrijd en in Sopot. En wie zijn we? Zei ik we? Jij zei we, dus ik ben benieuwd wie zijn we? We zijn in vorm of zo, wat zei ik? Nee, je zegt we trainen, dus ik neem aan dat je een team om je heen hebt. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat voor team dat is. Ja, precies, sorry. Het ging zo automatisch. Ja, Ineke Bonsen, dat is mijn hordecoach. En Christian Tamminga, die heeft het nu wel ontzettend druk verder met zijn eigen bedrijfje en met Ajax. Maar we hebben zeker contact over de periodisering en wat nodig zeg maar, is om op dat moment te pieken wanneer je moet pieken eigenlijk. Ineke Bonsen is wel een goeie, hè? Ja, zeker. Daar ben ik ook blij mee. We zijn een goed team. Kijken naar die horde, dat is natuurlijk altijd ook niet alleen een mentaal spelletje, maar het is ook vooral techniek. De passen tussen de horde moeten goed uitkomen. Dat is indoor weer anders dan outdoor. Hoe doe je dat eigenlijk, zo'n training? Hoe pak je dat op? Ja, eigenlijk het is natuurlijk altijd 1, 2, 3, zeg maar. Ik bedoel, je hebt een driepas tussen de hekken, dus dat is altijd buiten en binnen hetzelfde. Alleen, binnen is natuurlijk de start heel cruciaal. En dan moet ik eerlijk zeggen dat bij mij nog niet helemaal top. Dus daar moeten we wel even aan werken. Ik kom gelijk rechtop en dan ga ik pas lopen. Dus ja, Ineke die is continu natuurlijk aan het filmen tijdens de training. En dan, dankjewel. En dan, gaan we het weer terugkijken. En dan moet dat weer beter, dat beter. Dus zo zijn we een beetje aan het puzzelen. Ja, als je kijkt naar de mondiale toernooien, zijn natuurlijk fantastische atleten. Heb jij een voorbeeld? Je zegt van nou, dat is nou zo'n horden atleten zo. Dat is mijn voorbeeld. Ja, ik vind twee atleten wel ontzettend mooi lopen. Twee eigenlijk totaal verschillende. Eentje die, ik weet niet of ze nu nog loopt. Die komt misschien in Zürich weer bij kijken. Dat is Susanne Kalour. Dat is echt is gewoon een doorlopende sprint. En Sally Pearson heeft precies hetzelfde, maar meer op souplesse. Dus daar kijk ik heel veel beelden van. En dan probeer ik dat ook echt zeg maar in mij te visualiseren. En dan zo erover te dromen enzovoort. Dus die twee wel. Kijkend naar het WK, heb jij daar kansen? Serie, halve finale, finale, hoe werkt het eigenlijk? Hebben we nog een halve finale? Hoe zit dat bij het WK? Ja vrijdag de 7e van maart begint zeg maar de series. De volgende dag is dan de halve finale en s'avonds ook weer de finale. Mijn doel is toch echt wel een ronde verder te komen, zeg maar. En dan, ik probeer dan ook mijn PR te verbeteren. En dan komt het outdoor seizoen. Iedereen heeft het over het EK in Zürich. Hoe sta jij daarin? Ja, dat is ook natuurlijk het volgende doel weer. Als je dan toch bezig bent zeg maar, met doelen stellen, dan trek je dat natuurlijk ook gelijk door en dan denk je over na. Dus dat is Zürich inderdaad en daar wil ik gewoon een finale plaats. Dat is mooi, mooie ambities. Dus eerst het WK en dan gaan we naar buiten. Outdoor seizoen is natuurlijk veel belangrijker, of zeg ik dat verkeerd? Ja, ik vind allebei wel wat hebben hoor. Ik heb nou niet zozeer van dit is nou belangrijk. Of dat, iedereen zegt eigenlijk outdoor is belangrijker. Maar ik vind het indoor gewoon heel prettig ook. En de doorloop naar het outdoor is allemaal prima. Dus ik vind het allebei leuk. Laatste vraag. Waarom kies je eigenlijk voor al die hekjes en sprinten? Allemaal zo ingewikkeld. Ja, dat maakt het ook weer uitdagend natuurlijk. Ik denk dat ik ook fysieker beter ben in horden dan in sprint. Betreft mijn hamstrings. Ik vind het gewoon veel spannender, joh. Veel spannender. Gaan we daarmee afsluiten. Veel succes nog in Sopot. Dankjewel.